Quiche Lorraine is een van de werelds populairste lunchgerechten. Laat een vel kant-en-klaar bladerdeeg in een bakvorm vallen. Verwijder het overtollige deeg en prik de bodem in. Dat voorkomt dat het deeg tijdens het bakken omhoog komt. Vul de vorm om dezelfde reden met droge linzen of bonen. Bak de bodem 18 minuten blind op 170 graden. Zo krijg je een krokant laagje dat als isolatie dient tegen het vocht van de groente. In de klassieke Lorraine wordt uiteraard prei gebruikt. Snijd de prei in kleine stukjes en fruit glazig in bolters. Snijd intussen ongeveer 150 gram gerookt spek in reepjes. Blancheer het spek een minuutje om het te ontzouten en spoel grondig onder de kraan. Elke kies wordt met dezelfde basisvulling gemaakt. Voor vier personen heb je 2,5 deciliter rom en evenveel melk nodig. Kruid met flink wat nootmuskaat, peper en zout. Uiteraard moeten er ook eieren bij. Vier stuks. Doe er 200 gram gemalen kaas naar keuze bij en mix het beslag. Vul de goed afgebakken bodem met de prei, het spek en het eiermengsel. Werk af met wat vers gesneden rozemarijn en bak ongeveer 20 minuten op 180 graden tot de eieren mooi zijn gestold. Laat de kiezen niet te sterk uitdrogen, want dat is echt niet lekker. Serveer met een mooie gemengde salade.